in het leven. Ik wil jou het liefst voor altijd. Zie ik je met een ander, doet het me pijn. Wij zijn team. Yo, what's up? We zijn vandaag in Horen en we zijn hier omdat Ashley stapel verliefd is op Kel. Kel is een jongen die zij al kent sinds de kleuterklas en ze zijn ook nog eens hele goede vrienden. Maar pas sinds dit schooljaar is ze pas echt verliefd op hem geworden. Ja, en ze wordt zenuwachtig van hem, ze weet niet wat ze tegen hem moet zeggen. Laat staan verkering vragen. Kijk of ik kan helpen. Hey, jij moet Ashley zijn. Ja. Mag ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Ashley, vertel, wat is er aan de hand? Ik ben heel erg verliefd op Kyle. Maar je kent Kyle al heel lang en je bent nu pas verliefd op hem. Hoe kan dat? Omdat hij eerst heel stom haar had. En toen, na de zomervakantie, kwam hij op school en toen had hij leuker haar dan eerst. Hoe was het eerst en hoe is het nu dan? Eerst had hij kort haar en nu heeft hij een pony en tot en met zijn nek. Dus zijn haar ging groeien en bij jou ging de liefde bloeien. Ja. Heb je misschien een foto van hem? Ja. Oké. Hey, en is dit nou ook de stoerste gozer in de klas? Ja. En dat speelt natuurlijk ook wel een rol in je verliefdheid. Ja. Hey, sloeg de vonk meteen over toen hij de eerste schooldag binnenkwam met zijn nieuwe kapsel? Nee, ik vond hem wel al knap. Maar toen we op de BSO waren, toen deden we met andere kinderen een spelletje. Het was Doen of de Waarheid. En toen moest hij me een kus geven. En toen wist ik het zeker. Toen had je de smaak te pakken? Ja. Hey, maar denk je dat hij nu weet hoe leuk jij hem vindt? Nee. Maar hoezo? Jullie zijn toch hele goede vrienden? Dan kan je het hem toch gewoon vertellen? Ja, eerst durfde ik alles tegen hem te zeggen. Maar sinds dat ik verliefd op hem ben, durf ik het niet meer te zeggen. Want als ik hem zie, dan word ik zenuwachtig. En dan moet ik snel mijn boek lezen of doe ik iets anders. En meestal word ik ook rood. Of ik ga trillen. Dus je hebt het goed te pakken? Ja, en soms als hij iets aan me vraagt, weet ik soms geen antwoord. En hij is heel veel met jongens bezig en niet met meisjes eigenlijk. En hij is heel vaak met zijn vrienden en durf ik het niet bij te vertellen. En ik durf het sowieso niet te zeggen. Oké, hij is dus niet met meisjes bezig, maar heb je wel enig idee of hij jou ook leuk vindt? Nee, maar hij heeft wel een keer mijn hand was gepakt. En wanneer was dat? Op de BSO. Hey, dat hele handje vasthouden situatie, hoe ging dat dan precies? Nou, we waren op de BSO. En toen vroeg de juffrouw aan ons of we mee wilden naar de supermarkt. En dat wouden we wel. En toen kwamen we hier bij deze paal. En toen pakte hij mijn hand vast. Hey, hoe voelde dat dan toen hij je hand vasthield? Het voelde wel fijn en het voelde warm. Hebben jullie gedurende de weg elkaars hand vastgehouden? Ja, maar toen bij de supermarkt liet hij mijn hand weer los. En dat vond ik wel fijn, want het was fijn, maar ook weer niet. Je werd er een beetje ongemakkelijk door? Ja. Hey, maar wat voor jongen is het eigenlijk precies? Hij is sportief, hij is knap. Hij is aardig. Hij is heel populair, want er zijn nog 3 meisjes op hem verliefd. Oh, concurrentie? Wat is dat? Nou ja, in dit geval dus dat er nog 3 meisjes zijn die precies hetzelfde willen als jou. Helaas wel, want het is mijn droomjongen. Nou, dan lijkt het mij tijd om aan de slag te gaan. Ja. Hey, maar wat nou als hij nee zegt? Ik denk misschien wel dat ik moet huilen. Nou, kan ik me voorstellen, want je bent wel echt gek op hem. Ja, maar ik hoop wel dat we vrienden blijven. En als er geen vriend meer met me wil zijn, dan zou ik dat wel heel erg vinden. Ja, maar dat kan ik me niet voorstellen. Want kijk, of hij nou verliefd op je is, daar kan ik geen oordeel over doen, want ik ken hem niet. Maar als iemand zoiets leuks voor je regelt, dan blijf je zeker wel vrienden, toch? Ja, dat hoop ik. Laten we maar beginnen. En gelijk heb je. Ja, ik heb natuurlijk al een begin gemaakt voor de rap. Naar aanleiding van die brief die je me stuurde. En ik hoop dat je het wat vindt. Het gaat als volgt. What's up, Kel? Luister even mee. Want de info die ik geef, dat is best veel. Iemand is verliefd en dat al lange tijd. Dus ze hoopt dat deze rap snel je hart bereikt. Hoe vind je die? Leuk. Maar ja, leuk is niet alles natuurlijk. Het is nu nog veel te kort. Dus ik heb nu heel veel inspiratie van jou nodig. Ja. Wat moet erin?
Dat ik zenuwachtig van hem word. Oké. Zenuwachtig, 80, prachtig. Dan doen we iets van... Maar hoe dan ook, ze vind je altijd prachtig. Als jij binnenkomt, dan wordt ze zenuwachtig. Ja. Ja, toch? Hey, nou, geef me meer. Wat moet erin? Dat ik zijn nieuwe haar zo leuk vind. Ja, die kapsel van hem, dat doet toch wel wat met jou, hè? Ja. Je kapsel veranderde alles. De reden dat deze dame zo in de war is. Ja. Ja, toch? Zo in de war is. En ik hoor ook in dat als hij nee zegt, dat ik dan moet huilen. Oké. Ja, dat is wel heel erg recht voor z'n rap. Ja. Zeg je nee, dan moet ze huilen. Maar ze weet, je kan niet altijd achter de feiten blijven schuilen. Ja. Ja, toch? Dan zet ik die erbij. Hey, maar als hij nou toch nee zegt, is de liefde dan ook gelijk over? Nee, natuurlijk niet, maar ik hoop wel dat het weggaat. Ja, dat komt heus wel goed. Je bent nog zo jong. Ja. Nou, we hebben het bijna. Ik wil nog één goede eindzin. En ik zat te denken aan... Ze staat buiten, dus kom je met me mee. Dit is de final, een ja of een nee. Het is uber simpel, maar wel heel direct. Ja. Zijn we tevreden? Pooks. Ramon Kel, ze gaan nu eten. Ik ga binnenstormen, mijn rap doen, mijn stinkende best. En dan kom ik hopelijk met een ja terug. Hou je taai, hè? Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Daar zijn jullie even stil van. Het ruikt in ieder geval heel lekker, eet smakelijk. En ik ben op zoek naar Kel. En dat ben jij, denk ik. Ja. Ja, de reden dat ik hier ben, is omdat er een dame is die stapel verliefd op jou is. Ja, dat mag, mag niet omgelachen worden, want het is een hele serieuze zaak. Ik zou zeggen, luister naar mijn rap. We hebben net samen een rap voor je gemaakt. En misschien dat je dan al weet om wie het gaat. Een lekkere beat. Yeah. What's up, Kel? Luister even mee. Want de info die ik geef, dat is best veel. Iemand is verliefd en dat al lange tijd. Dus ze hoopt dat deze rap snel je hart bereikt. Je smoete kapsel veranderde alles. De reden dat deze dame zo in de war is. Maar hoe dan ook, ze vindt je altijd prachtig. Als je binnenkomt, wordt zij zenuwachtig. Maar zeg je nee, dan moet ze huilen. Maar ze weet, je kan niet altijd achter feiten blijven schuilen. Ze staat buiten, dus kom je met me mee. Dit is de finale, ja of nee? Ja. Heb je nou enig idee van wie dit komt? Nee. Niet? En ik gaf je nog wel wat hintjes in de rap. Oh. Nou ja, ben je wel benieuwd wie het is? Nee. Nou, dat is niet zo aardig. Oh, oké, ja. Ja, toch? Dan zou ik zeggen, een jas hoeft niet, zo koud is het niet. Maar kom met me mee, want ze staat buiten te wachten. Dan weet je wie het is. Ja, Kel. Ken je deze dame? Ja. Dit is? Ashley. Klopt helemaal. Nou ja, Ashley is, je kan wel zeggen stapelverliefd op jou. Ze wil heel graag met je romantisch naar de bios. Ja. Maar wat ze eigenlijk wil, is verkering. Wat is hierop jouw antwoord? Ik wil wel. Maar is dit een overtuigende ja? Want daarnet thuis had je zoiets van, joh, ik ben nog niet aan verkering toe en... Ja, want toen dacht ik dat het was, want die ging elke keer dingen voor me verstoppen en ze deed alles voor mij. Oké, dus je dacht dat het iemand anders was? Ja. Maar toen je dit zag, werd je gelukkig? Ja hoor. Nou, geef elkaar even een knuffel dan, jongens. Jullie gaan dus romantisch naar de bios, uit eten, alles erop en eraan. Maar vergeet niet mijn filmpje op te sturen met hoe leuk het was, hè? Ja. Jongens, we hebben een ja. Te gek, super dit. En jullie, kijk de volgende keer weer. Hallo Israël, het is heel leuk om naar de bioscoop te gaan. Dank voor alles. En we hebben een hele leuke dag gehad. Doei. Doei.